Rinus hier van de Droogtraining Academie. Is intermittent fasting goed voor jouw spiermassa, ja of nee? Die vraag beantwoord ik in deze video. Oké, voordat we antwoord gaan geven op die vraag, wil ik het eerst even hebben over intermittent fasting en wat het nou precies is. Want wat er nu aan de hand is, is dat er een enorme hype is ontstaan rondom intermittent fasting. Intermittent fasting is niets anders dan een methode waarbij we een bepaalde periode van de dag vasten, dus niet eten en geen calorieën consumeren, en een andere bepaalde periode van de dag wel eten en ook calorieën drinken, dus calorieën consumeren. Intermittent fasting is niets anders dan dat. Wat er nu gebeurt, is dat er een hele hype is rondom intermittent fasting en dat er ook heel veel intermittent fasting fanatiekelingen, zoals ik ze dan maar noem, claimen dat intermittent fasting de heilige graal is voor alles. Voor het opbouwen van spiermassa, voor het verliezen van vet. Intermittent fasting is helemaal geweldig. Intermittent fasting is het. Intermittent fasting is het. En heel veel mensen die doen dat met allerlei soorten diëten en dieetvormen en methodes die je kan gebruiken om een fysiek doel te bereiken. Maar wat blijkt, er bestaan geen heilige dieetvormen. Er bestaat geen heilig voedingspatroon voor iedereen. Er bestaan alleen voedingspatronen die iedereen kan gebruiken. En wat het beste bij hem of haar past, zou je eigenlijk moeten doen. Dus intermittent fasting is niks heiligs aan. Mensen die zeggen dat intermittent fasting beter is voor je gezondheid, ja, die spreken niet volledig de waarheid. Natuurlijk, er is heel veel onderzoek richting naar intermittent fasting. Zeker omdat het zo'n hype is. En er is onderzoek wat positieve dingen laat zien over vasten. Weten we dat 100% zeker dat het op de lange termijn of op de korte termijn zelfs hele goede dingen voor jouw gezondheid doet? Nee, dat weten we niet zeker. Er is onderzoek wat zegt van wel. Er is onderzoek wat zegt, het is allemaal niet zo heel zeker. Er is ook onderzoek wat zegt, nou, het is eigenlijk allemaal, valt het allemaal wel mee. Intermittent fasting gebruiken voor het verbeteren van je gezondheid is dus niet wat je zou, waar je op zou moeten focussen. Dan kun je beter gewoon focussen op een gezond voedingspatroon, gezond leven, voldoende bewegen, een laag vetpercentage, etc. Dat gaat meer voor jouw gezondheid doen dan intermittent fasting op zich. Is intermittent fasting een methode die jij zou kunnen gebruiken om een fysiek doel te bereiken? Ja, dat kan zeker. Als dat goed bij jou past, als jij dat lekker vindt om 16 uur per dag niks te eten en 8 uur per dag al jouw calorieën te eten, ja, dan is dat helemaal prima. Als jij het lekker vindt om 20 uur per dag niks te eten en 4 uur per dag wel iets te eten, en dat past bij jou en in jouw leven, helemaal perfect. Als jij het lekker vindt om een hele dag niet te vreten, ik heb geen idee waarom mensen dat niet zouden, waarom dat mensen dat zouden doen, een hele dag niet eten. Ik zou dat niet, persoonlijk niet kunnen. Respect voor de mensen die dat wel kunnen. En één dag wil jij wel allemaal calorieën consumeren en eten wat je lekker vindt. Helemaal prima. Als dat bij jou past, helemaal top. Maar intermittent fasting is dus niet de heilige graal. Ja, het is niet beter voor je gezondheid. Het is niet beter voor vetvlies. Nu komen we op de vraag van deze video, waar het eigenlijk over gaat. Want heel veel mensen die intermittent fasting doen, die beseffen zich één ding niet. En met name mensen die bezig zijn met krachttraining, en dat is wat het voor jouw spiermassa doet. Wat we inmiddels weten, is als jij een langere periode vast, zeg 24 tot 48 uur, dat dat voor jouw spiermassa niet super nadelig is. Dus de spierafbraak die jij dan hebt, dat is niet dusdanig dat je daar echt hele negatieve effecten van ondervindt. Wat we inmiddels wel weten, door middel van onderzoek, is dat intermittent fasting niet heel goed is voor de opbouw van spiermassa. Dus vasten voor hele lange periodes, dat helpt niet echt mee aan de opbouw van spiermassa. En mensen die aan krachttraining doen, ja, waar zijn die nou mee bezig? Die zijn bezig met het opbouwen van spiermassa, toch? Die zijn bezig met het creëren van hun ideale lichaam. Ja, die willen spiermassa opbouwen, die willen mooiere vormen in hun lichaam, die willen er naakt voor de spiegel beter uitzien, die willen misschien wel een bodybuildingwedstrijd doen. Allerlei redenen waarom jij spiermassa op zou kunnen bouwen, of zou willen bouwen,
misschien wel ter verbetering van je gezondheid. Want als je meer spiermassa hebt en minder vet, ja, dan is je BMR hoger. Dat zou allemaal mee kunnen helpen. Maar voor jouw spiermassa, voor de opbouw van spiermassa, is intermittent fasting is gebleken dat dat niet zo heel goed is. En als wij met krachttraining bezig zijn en ons doel is om spiermassa op te bouwen, ja, dan is intermittent fasting is dus niet zo heel goed. En de vraag, is intermittent fasting goed voor jouw spiermassa? Die heeft dus twee delen. Eén, voor spiervlies blijkt wat we nu weten, dat het niet zo heel erg is. Dus dat jij 24 tot 48 uur kan vasten en dat het niet super nadelig is voor jouw spiermassa. En aan de andere kant weten we dat het voor de opbouw van spiermassa niet heel handig is als jij lange periodes gaat vasten. Dus doe jij een krachttraining, denk er dan eens over na hoe jij intermittent fasting gebruikt. Het is niet beter voor je gezondheid. Het is niet super goed voor de opbouw van spiermassa. Waar zou jij intermittent fasting dan bijvoorbeeld wel heel nuttig in onze ogen voor kunnen gebruiken? Dat is om jouw calorieën over de dag beter te verdelen. Dus mensen die bijvoorbeeld vet willen verliezen met ons programma, het droogtrainen protocol, link vind je onder deze video, die willen vet verliezen, maar die mogen eigenlijk voor hun leeftijd, gewicht en lengte relatief weinig calorieën eten, en dat is dan voor hun lastiger vol te houden, dan zouden ze bijvoorbeeld in de ochtend geen ontbijt kunnen eten, of een heel licht ontbijt, wat dus niet echt per se vaste is om het vaste, omdat je denkt dat dat allerlei goede dingen voor jou is. Maar een methode die jij gewoon nuttig gebruikt om later op de dag meer calorieën te kunnen eten. Dus een voorbeeld, als jij dus niet echt een ontbijteter bent en jij hebt in de ochtend ook niet zoveel last van honger, maar jij wil wel meer calorieën eten in de middag, in de avond, dan zou je bijvoorbeeld intermittent fasting, vaste, kunnen gebruiken om geen ontbijt te eten. En dus een grotere lunch, een groter avondeten en misschien nog wat snacks of een pre-bedmaaltijd te kunnen nuttigen. Dat is in onze ogen de enige manier om intermittent fasting juist te gebruiken. Ja, gebruik het niet voor de dingen die je over het hele internet nou heen geslingerd ziet worden, van wat allemaal mega voordelen zou geven. Intermittent fasting is geen heilige graal. Vasten is geen heilige graal. Gebruik het slim, verdeel je calorieën in bepaalde tijdsblokken over de dag die voor jou praktisch goed werken. En dat is eigenlijk waar je intermittent fasting voor zou moeten gebruiken. Vond je deze video nou tof? Geef ons een likey. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer op ons kanaal en druk op die notificatiebel. Wil je met onze programma's aan de slag? Onder deze video vind je links. Daar hebben we programma's voor vetverlies, spieropbouw, we hebben trainingsschema's, etc. Kijk hier eens onder. Ja, dan kun je misschien met een van onze programma's aan de slag en jouw fysieke doelen bereiken. Dit was hem voor deze video en we zien jou in de volgende video.